Deze film gaat over brandveiligheid. Een onderwerp dat bij ons zeer hoog op de agenda staat. Aanleiding is de dramatische brand in de zomer van 2008. In Hoofddorp ontstond in één woning brand, waarna een blok van 13 woningen aan de Koning Willem I-laan zwaar beschadigd raakte. Veel bewoners in gelijksoortige huizen zijn angstig geworden. Kan dit bij ons ook gebeuren? De gemeente en IJmere wilden dit zo snel mogelijk weten. Daarom werken gemeente, IJmere en brandweer samen om een herhaling te voorkomen. De bewoners zelf kunnen een heleboel doen. En het belangrijkste is eigenlijk het voorkomen van brand. Dat betekent geen open vuur. Kijk uit met kaarsen. Niet roken in bed en dan in slaap vallen, want ja, dan gaat het ook nog wel eens mis. En wat belangrijk is, als u een droger heeft, regelmatig het filter verschonen. Dat zijn maatregelen om brand te voorkomen. Wat belangrijk is natuurlijk ook dat, mocht het nou voorkomen dat er brand ontstaat, dat er rookmelders zijn, dat u die ook geplaatst heeft. En dat betekent dat u allereerst zelf natuurlijk gewaarschuwd wordt, maar u kunt dan ook heel snel de hulpdiensten waarschuwen en uw buren. Want ja, het gaat tenslotte om uw veiligheid. De oorzaak van de snelle uitbreiding van de brand werd onderzocht. Het bleek dat de bouwconstructie vlak onder het dak niet voldoende brandwerend was om de andere huizen te beschermen. Niet alleen ontbrak een brandscheiding tussen de woningen, ook waren twee lagen brandbare isolatie gebruikt en was de dakconstructie van hout. Om te achterhalen welke huizen in onze gemeente een vergelijkbare constructie hebben, volgde een groot bouwtekeningenonderzoek. Daarna is een onafhankelijke deskundige partij ingeschakeld voor onderzoek in een groep woningen op verschillende locaties in Haarlemmermeer. Bij alle op een rij gezette wooncomplexen zijn steekproefsgewijs steeds twee woningen van hetzelfde type onderzocht. Met een soort kijkoperatie is gekeken naar de constructie van het dak. De conclusies van de inventarisatie waren dat we 4300 woningen in Haarlemmermeer hebben die vergelijkbare problemen hebben als de woningen aan de Willem I-laan. En van die 4300 zijn er 1400 koopwoningen. Tot u uw woning bouwkundig hebt laten aanpassen, vraagt u zich misschien af of u nog wel veilig woont. 100% brandveilig kan je natuurlijk nooit garanderen. Betekent als de brandwerende scheidingen in orde zijn, dat de brand in de woning blijft en niet zo snel overslaat naar de buren. Het is duidelijk. U kunt zelf al heel veel doen om brand te voorkomen. Alle genoemde maatregelen kunt u nu direct uitvoeren. De woning bouwkundig aanpassen, zodat deze aan de brandwerende veiligheidsnormen voldoet, levert natuurlijk nog meer veiligheid op. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw buren. En als er uiteindelijk een plan van IJmere komt voor vergelijkbare woningen in uw buurt, dan zullen wij u als gemeente ook informeren wanneer die woningen aangepakt gaan worden. En dan kunt u aanhaken bij de plannen die de aannemer op dat moment voor IJmere in de wijk gaat uitvoeren. U weet nu op welke manier we als gemeente, brandweer en woningcorporatie IJmere actie hebben ondernomen om te voorkomen dat een omvangrijke woningbrand zoals in 2008 zich herhaalt. Voor ons staat het zo vast als een huis dat een geschikte en definitieve oplossing voor u op korte termijn erg gewenst is. Want uiteindelijk gaat het om u, uw woning en om de veiligheid van het hele wooncomplex.